Het ziet er best gezellig uit nu, moet ik zeggen. Ja, het ziet er goed uit met in ieder geval wat tulpjes. Door de versieringen van het jaarlijkse tulpenfestival lijkt het nu nog wat. Maar als de bloembakken straks weer weg zijn, verandert deze plek achter het Rijksmuseum opnieuw in... een grote, kale, lege vijver. Normaal gesproken is de vijver op het Museumplein tussen het voorjaar en september gevuld met water. Maar dat is al 2 jaar niet meer gebeurd. Dat komt omdat die lek is. Waar zou het lek nou zitten? Buurtbewoners en ondernemers uit de wijk balen er behoorlijk van en willen dat de boel zo snel mogelijk wordt gerepareerd. Als je dus vanuit het Rijksmuseum naar het concertgebouw kijkt, ja, daar hoort dus gewoon die vijver een heel mooi integraal deel van het plaatje te zijn. Het visitekaartje van de stad, zegt u eigenlijk. Ja, dat is het helemaal. En zeg maar van het land bijna. En je ziet steeds meer plekken in Amsterdam, maar deze dus ook, waar mooie ontmoetingsplekken er niet meer mooi uit gaan zien doordat we het onderhoud niet goed kunnen plegen. Volgens de gemeente is de vijver toe aan een grondige renovatie, die pas vanaf volgend jaar van start kan gaan vanwege de voorbereidingen. Er zitten aardig wat buien in de lucht. Misschien loopt die vanzelf wel vol. Ja, en dan loopt die ook vanzelf weer leeg. Op water hoeven we dus ook deze zomer niet te rekenen. Toch wil de buurt een kale, lege betonnen bak zien te voorkomen. Ze vroegen subsidie aan, zodat er ook na het Tulpenfestival bloembakken komen te staan om de boel op te fleuren. Een aanvraag hiervoor ligt inmiddels bij de gemeente. Dat geld moet je gewoon nu krijgen, want anders is het seizoen ook alweer straks voorbij. Ik hoop dat dat ook gaat lukken en dat we binnen een week, 10 dagen horen dat we aan de slag kunnen.